vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en ik heb eindelijk weer een video. En ik was super lang afwezig, maar alles heeft een reden en dit is ook. Want ik zit dit jaar in mijn examenjaar en ik weet niet of jullie al een examen hebben gehad of dit jaar ook in het examenjaar zitten. Maar dat levert super veel stress op en vooral bij mij, want ik ben een persoon die zich overal verstrest. Dus ik stress me nu al voor mijn examen die pas in mei is. Maar ook 19 april beginnen mijn praktijkexamens. Dus dat is heel erg vervelend. En daardoor ben ik afwezig geweest. Ik had toetsweek. Ik had allemaal dingen. Ik had nog meer stomme dingen ook. Wat ik ook in deze video ga vertellen. Maar dit wordt gewoon een praatvideo. Want ik heb super veel dingen om met jullie te bespreken. Ik heb super veel dingen om tegen jullie te vertellen. Dus ik dacht, ik maak een praatvideo. Ik hou jullie een beetje up-to-date. Nou, als eerste, het eerste puntje waar ik echt me super kut om voelde. En ik was gewoon even, ik dacht echt van nee, waarom gebeurde dit mij? Want, wat was er gebeurd? Mijn telefoon was dus gestolen. iPhone 6, wat ik echt super stom vond, want ik had de iPhone 6 pas een jaar. En er stonden allemaal foto's op en allemaal herinneringen van Engeland. En het was niet op straat gebeurd. Het was gewoon op school gebeurd, wat extra kut is. Sorry dat ik dat zeg, maar ik was gewoon, het was zo stom. Oké, het ging zo. We zitten op school. Het is niet zo'n hele grote school. Het is een aparte afdeling, media. Het is een ander gebouw. En er zitten maar iets van 60 leerlingen in dat aparte gebouw die die richting doen. Maar wat het dus was. Ik was de klas uitgestuurd. Een beetje stom voor mij. Maar ja, ik kwam pratend binnen. En dat was bezig met toets. Bla bla bla. Nou, wat er dus gebeurd is. Ik ging daarheen. En naar het andere lokaal. En er zaten drie andere jongens. En ik legde mijn telefoon daar neer. En toen ging ik even 1 seconde weg. En toen lag mijn telefoon er niet meer. Dus ik dacht, oh, dat is een grapje. Dan geven we hem zo wel terug. Een van die drie. Maar, wat was het dus? Wat bleek? Ik had de hele dag geen telefoon. En einde van de dag nog steeds niet. Waardoor mijn telefoon echt gestolen was. Ik was in de stress. Ik dacht, nee, waarom overkomt mij dit op mijn telefoon? Dat is gewoon een stuk van mijn leven eigenlijk. En ik voelde me echt super kut. Dat was gewoon niet normaal. En ik heb 3 weken zonder telefoon geleefd. Want ik dacht, ik heb aangifte gedaan. De politie deed wel wat op school, maar niet, ook niet heel veel. En ik dacht, misschien krijg ik hem nog terug. Op een magische wijze. Dat ik al dacht, dat kan eigenlijk niet. Maar ik hoopte wel. Maar ik kocht gewoon vrij weinig. En ik had geen reservetelefoon. Misschien vragen jullie je af, Mila, misschien heb je een reservetelefoon. Maar nee, dat had ik ook niet. Want die had ik op bodem laten liggen. Omdat ik dacht, hey, ik heb toch een nieuwe telefoon. En mijn oma wil die misschien wel gebruiken. Dus dat had ik ook niet. 3 weken zonder telefoon geleefd. Ik dacht, shit. Wat moet ik nu? Ik wil geen iPhone 6 weer. Want ik had een gloednieuwe bijna iPhone 6. Die het prima werkte. En ik hoef niet de iPhone 6 als ik die al had. Dus wat heb ik besloten? Om een iPhone 7 te kopen. Met heel veel pijn in mijn hart. Niet omdat ik het pijn deed om mijn iPhone 7 te kopen. Maar meer al dat geld. Want ik dacht, ik wil liever dat geld aan iets anders besteden. Dan dat ik het aan een nieuwe telefoon moet doen. Terwijl mijn oude telefoon het gewoon werkte. Maar die gewoon weg is. Nou, sorry. Daar had ik geen zin in. De telefoon is weg, dus ik heb een nieuwe waar ik heel blij mee ben. Nog steeds wel baal omdat die weg is, maar ja, wat kan ik eraan doen? Ik heb een nieuwe telefoon helemaal zelf betaald. Heel stom, maar ja. Het moet maar zo. Weet je, ik heb ervan geleerd. Mijn telefoon hou ik nooit meer. Ik weet niet of jullie het doen. Waarschijnlijk ben ik de enige persoon die bij de telefoon af en toe ergens laat liggen. Ik leg hem nooit meer 1 seconde ergens. Ik hou hem altijd bij me. En ik heb er wel wat van geleerd, dus dat is wel fijn. Nou, nog iets anders. Dit is voor natuurlijk wel wat leuker. Maar ik ben laatst gescout op Instagram door een modellenbureau. En zoals jullie weten, ik sta op de cover van Mel Wallis de Vries. En alleen ik heb nog geen modellenbureau. En ik vind zulke modellenwerk echt super heel erg leuk om te doen. Maar dat had ik nog niet. Dus ik ben gescout, wat ik heel erg leuk vind. Want ja, natuurlijk, dat vindt iedereen wel leuk. En toen ben ik naar kantoor gegaan voor een afspraak. En die man was heel erg aardig en zo. En je moest je maat opnemen. Hoe lang je was. Polaroids laten maken. En toen kreeg ik te horen dat het team ja heeft gezegd. Er was natuurlijk een heel team achter. En laatst had ik een casting in Den Haag. En dat was heel erg leuk. Dan kreeg ik fotoshoots. En fotoshoots, een portfolio shoot. Soort van klein, want dat heb ik nog niet. En dit zijn de foto's. Misschien vinden jullie dat leuk om te zien. Maar dat kreeg ik allemaal. En toen was er iemand uit Milaan. Die dan met de foto's gaat langs alle modelbureaus in Milaan. En dan gaan ze kijken of ze wat met jou kunnen. Of je de maten voldoet. En de persoonlijkheid hebt om in Milaan aan het werk te gaan. En als alles goed loopt. Ik heb het nog niet ondertekend, het contract.
Maar dan zou ik eventueel, ik hoop het, ik weet niet of het gaat lukken, naar Milaan kunnen voor modellenwerk. Wat echt super vet is. Want nou ja, dat had ik nooit verwacht. Even naar Milaan modellenwerk gaan doen. Nou, modellenwerk niet. Dat zijn gewoon dat je elke dag castings hebt. Dan heb je 10 castings per dag ongeveer. En ja, meestal krijg je nee te horen. Dan moet je aan wennen. Ik dacht, dan kan ik gaan vloggen. En dan kan ik een serie maken. Ik hoop, ja, jullie zouden het misschien vast wel leuk vinden. En nou, ik heb nog een naam nodig. Als jullie een leuke naam weten voor die serie, dan laat het me weten. Zoals jullie weten had ik in het begin gezegd dat ik examens heb. En dat levert natuurlijk super veel stress mee. Dus ik denk dat ik dat ook ga vloggen. Jullie hebben me stress mee laten maken, hoeveel stress ik heb. En ik denk dat ik in de meivakantie dan een weekvlog maak en dan upload. Laat me weten als jullie dat ook leuk vinden. En na mijn VMBO, hierna ga ik naar een opleiding interactieve vormgeving op het Grafisch Lyceum. Ben ik aangenomen. En dat is dat je website gaat maken, coderen. En ja, dan heb ik echt super veel zin in die opleiding. Dus ik kan echt niet wachten. Oh ja, na mijn examen ga ik naar New York. Oh my god. Ik ga naar New York met mijn moeder een weekje na mijn examen. En daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Echt niet normaal. Ik heb echt super veel zin in New York. Ik ga natuurlijk super veel shoppen. Ik ga vloggen en ik ga dan ook zo'n serie maken. Want waarschijnlijk ga ik zoveel shoppen. Dat ik 2 shoplogs zelfs zou kunnen maken. En vloggen. En ja, daar heb ik super veel zin in. 16 april ben ik jarig. Dus dan ga ik natuurlijk vloggen. Ik ga een birthday haul doen. Dus dat komt ook allemaal binnenkort online. En ja, er komen weer leuke video's aan. Denk ik. Ik hoop dat jullie mijn video's leuk gaan vinden weer. Waarschijnlijk ga ik nu even focussen op mijn examen. Maar daarna komen volop video's. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan zeker. En dit is alles wat ik wilde vertellen aan jullie. Nou, wat ik allemaal heb gezegd, beantwoord. Jammer dat jullie niet terug kunnen praten. Dat is wel jammer. Maar beantwoord gewoon in de reacties. En ik ben blij dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Bedankt voor het kijken. Doei!